VBRO nodigt artiesten uit Vlaanderen en Nederland uit in de Radioclub. Langzaam gaan de uren en dagen voorbij. Het is koud zonder jou aan mijn zij. En ik vraag aan de klok, waar is zij? Erik Vlanders is vandaag op bezoek. En ja, we kennen uiteraard nog zijn zomersingle, maar hij heeft er ondertussen een nieuwe uit. En de tijd wordt wat langzamer in het najaar en de winter. En dat is ook de titel geworden van zijn nieuwe single, Langzaam. Beste Erik, leg eens uit. Goeiedag, dag Rudy. Fantastisch dat ik weer bij jou te gast mag zijn. Maar ja, ik heb een nieuwe single en die noemt Langzaam. Het is eigenlijk een idee dat ik heb ontvangen van de man die de tekst van het liedje geschreven heeft. Jo met de banjo. Jo heeft voor dit nummer de tekst geschreven. En hij kwam eigenlijk in het begin van dit jaar af met het idee, met het voorstel om ja, van de cover van Hervé Villar, maar daarvoor al afkomstig uit Italië, van Toto Cotugno, Revien, dat Hervé Villar dan tot een hit gebracht heeft. Echte plakker, hè? Ja, voilà, kijk. Van die weer eens opnieuw te gaan uitbrengen bij ons in Vlaanderen. En hij had meteen ook al de tekst klaar. En hij liet mij het voorstel zien. Zouden we het doen, zouden we het niet doen? Ik heb het dan ook voorgedragen aan de mensen van VDM Producties, de mensen van mijn platenfirma en management. En ook zij zagen het meteen zitten. En vandaar dat we dit nummer gaan opnemen zijn. Ik ben heel blij, want voor mij is het eens een keertje iets anders dan altijd de up-tempo. Dus ik heb nu een echte... Vrolijke, ja. Maar ik vind het ook plezant om, en plezierig om vrolijke en leuke dingen te doen. Maar voor mij kan dit ook. En zeker nu deze periode, de winterperiode, de kerst, de sfeer, de herfst. Ja, gaat het langzamer, hè? Alles gaat een beetje langzamer. En het is precies de periode om van radio, van muziek te genieten. En ik hoop dat dat perfect lukt met dit nummer. Ja. Dat is echt zo'n liedje, als je de eerste tonen hoort, herinner ik me nog van vroeger, in een balzaal, een feestzaal of zo, die eerste melodie, die eerste toontjes die je hoort, dan zie je de mensen recht staan en dan gingen ze gaan dansen. Ja, perfect. Is dat nog zo als jij het zingt? Wel, dat is vaak zo. Nu, je weet zo goed dan ik, de tijd van de bals en de balzalen, zoals dat 20, 30 jaar geleden was, die is helaas een beetje voorbijgestreefd. Maar ik merk toch, wanneer ik het liedje breng tijdens de optredens, heel wat mensen kennen de melodie, kennen de eerste tonen. En ik ben ook heel blij dat de producer, Phil Sturman, die de productie gedaan heeft, dat precieze daar ook weer terug opnieuw heeft ingelegd. Zeer herkenbaar. Ja, hij heeft het heel herkenbaar gemaakt en ja, het komt meteen, de nostalgie komt meteen naar boven. Ja. Ik zie zo'n ouderwetse balzaal inderdaad, met zo'n podium van vroeger, allemaal mooie kleuren ook en zo. Je bent ondertussen ook terechtgekomen in een nieuw managementbureau. Je werkt samen met een paar mensen uit de showbiz die hun sporen al verdiend hebben. Ja, klopt. Ik ben heel blij. Sinds nieuwjaar werk ik samen met de mensen van VDM Producties. Het zijn Chris en Frank en zij zijn beter bekend als de Melando's. Ja, wou ik al zeggen. Het accordeon duo. Nu, die mensen die werken daar heel hard aan. Ik ben zeer tevreden dat ik samen met hun, dit is nu mijn tweede productie samen met hun, dat ik dat mag doen. Voor mezelf is het ook een beetje een gerustgesteldheid. Eigenlijk, die mensen regelen mijn optredens, doen alles. Het maakt het mij alleen maar een beetje gemakkelijker. En ik heb nu ook meer de tijd om me echt te concentreren op naar de optredens toe, naar interviews toe, naar promotie toe die ik ga maken in Vlaanderen. Dus, en zij plannen mijn agenda min of meer een beetje in. En het lijkt, voor mij is dat heel gemakkelijk. Ja, fijn. Een volgende stap dus in jouw carrière, zo waar, hè? En nu met iets langzamer in de najaarsmaanden, zeg maar. Heb jij nog bepaalde wensen voor de mensen? Want ja, straks komen die kerstwensen er weer aan. Hè? Ga je die nog overbrengen?
Absoluut, dat wil ik heel graag doen aan alle luisteraars en alle kijkers van VBRO. Die wens ik vooral in de eerste plaats een hele goede gezondheid toe, heel oprecht. Ik denk dat dat zowat een van de belangrijkste zaken is bij ons in ons leven. Heel veel plezier met VBRO, heel veel luister- en kijkgenot. Ik wens mensen allemaal het beste toe. En ik zou zeggen, geniet van de feestdagen, geniet van elkaar en geniet van langzaam. En van lekker eten, dat is ook belangrijk, Erik. Absoluut.